Ivan Leko, 0-1 op het veld van KV Kortrijk. Een hele opluchting, denk ik. Ja, we zijn blij. Een heel mooi resultaat. Qua inzet, karakter, qua teamspirit, denk ik dat het was een heel goede wedstrijd van mijn ploeg. Qua balbezit, qua combinatie voetbal en van de mindere van het seizoen. Maar ook is het niet makkelijk in zo'n kleine veld, met zo'n agressieve tegenstander, beter te voetballen. We spreken al weken van rendement, van efficiëntie vandaag. Want het was zo, als misschien konden we 3-4 passes tegen elkaar meer geven. Dat normaal gezien die wedstrijd moest altijd naar 0-2-0-3 gaan. Maar wij zijn blij met heel belangrijke drie punten. Ja, we spelen een heel goede eerste helft, we creëren veel kansen. Maar de tweede helft zakken we een beetje terug, niet? Ja, dat is zo, in voetbal is zo. Als een ploeg zet hoge druk, dan moet je blijven in organisatie en denk ik dat we hebben weinig weggegeven. We wilden meer naar voorin spelen, maar hadden we enkele situaties waar omschakelen momenten, maar de laatste pas of eerste pas na balrecuperatie was niet zo snel genoeg of goed genoeg en daarom die wedstrijd is alleen op 0-1. Zijn we nu eindelijk op weg naar boven? Zijn we nu weg uit de onderste regionen? Nee, denk ik niet. We zijn in relegatie voetbal. Jammer genoeg na die 5 maanden, dat moeten we zo zeggen. Maar onze competitie is Mouscron, Westerlo, Beveren en Eupen. Dat is onze competitie.